Wat betekent de beslissing van de ECB voor de Griekse economie de komende dagen? En wat kunnen de gevolgen voor Europa zijn? Daarover zo een gesprek met econoom Bas Jacobs. Maar eerst, hoeveel moeten de Grieken de komende tijd precies betalen en aan wie? Herman, jij hebt de cijfers. Ja, veel cijfers en veel data. Alleen met hulp van buitenaf kan Griekenland een bankroet nog voorkomen. Er staat nog ruim 7,2 miljard euro voor de Grieken klaar, maar dat krijgen ze alleen als ze willen hervormen. Nu daarover geen deal is met de geldschieters, wordt dat geld aanstaande dinsdag 30 juni niet overgemaakt. Maar op die dag moet er wel 1,6 miljard euro worden terugbetaald aan een van de geldschieters, het IMF. Als dat geld niet wordt terugbetaald, dan krijgt Griekenland een waarschuwing en nog 3 weken de tijd om het wel over te maken. Gebeurt dat niet, dan wordt Griekenland aangemeld als wanbetaler en is het land feitelijk bankroet. Gaan we door naar 13 juli, dan klopt het IMF opnieuw aan, want op die dag moet er 450 miljoen worden terugbetaald. En een week later, op 20 juli, dan moeten de Grieken 3,5 miljard euro terugbetalen. Dat geld moet naar de Europese Centrale Bank. Gaan we nog door naar 1 augustus, dan moeten nog 170 miljoen weer naar het IMF. En tenslotte, op 20 augustus volgt er nog een grote terugbetaling. De Europese Centrale Bank wil dan 3,2 miljard euro terugzien. Voor al die betalingen geldt dat Athene ze alleen maar kan doen met hulp van buiten. Mariel. Dankjewel, Herman. Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom. Ja, alleen met hulp van buitenaf kan Griekenland het nog redden. Die hulp van buitenaf is nu nog de ECB, de Europese Centrale Bank. Maar vandaag heeft de ECB besloten geen extra kredieten meer te verlenen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat Griekse banken, die al niet op een normale manier meer aan geld konden komen, alleen nog via het noodloket van de Griekse Centrale Bank, dat nu niet meer kunnen krijgen. De Europese Centrale Bank bepaalt hoeveel er via het noodloket kan worden verstrekt. Ze heeft nu gezegd, we gaan niet meer extra geld geven. En dat kan betekenen dat de Griekse banken hun pinautomaten niet meer kunnen vullen. En dat hebben we vandaag al gezien. Grote wachtrijen voor de banken. Ja, en dus is er besloten vandaag, vanavond, om waarschijnlijk de komende 6 werkdagen de banken te sluiten. Gaat dat helpen? Ja, dat gaat zeker helpen, want als je dat niet doet en de ECB zegt de Griekse banken krijgen geen steun meer, dan is dat een recept voor massale bankruns. Die zijn al gaande, maar dan wordt het echt erg, kapitaalvlucht. Dus wat de Griekse regering nu heeft besloten is om dat proberen voor te zijn. Dus door mensen niet meer de mogelijkheid te geven om geld op te nemen van een bankrekening. Of om allerlei internationale transacties nu niet mogelijk te maken. Totdat dat referendum is geweest. En hopelijk is er dan duidelijkheid. Als de Grieken ja zeggen, dan denk ik dat de onderhandelingen met de trojka, de instituties, weer hervat worden. Als de Grieken nee zeggen, dan weet ik nog niet goed wat er gaat gebeuren. We gaan zo verder praten. Terug bij Bas Jacobs. Laten we even die scenario's doornemen. Als we nu deze twee kampen tegenover elkaar zien. Bij een ja en een nee, aankomende zondag. U zei net, bij een ja, bij een terug naar de onderhandelingstafel en dan komen ze er wel uit. Dat denk ik. En dan zal ook de ECB de noodloketten weer openen. En dan zal er geen implosie van het financiële stelsel volgen. Griekenland zal gewoon binnen de euro blijven en het programma afmaken. En waarschijnlijk zelfs een nieuw programma met de partners in Europa afsluiten. Stel dat ze luisteren naar wat premier Tsipras eigenlijk oproept om te doen en dat ze nee gaan stemmen. De grote meerderheid van de Grieken lijkt nu toch het programma van Europa te willen aanvaarden. Maar in het geval dat een kleine meerderheid zal zijn, of dat ze inderdaad daartegen stemmen, dan is er een andere belangrijke onzekerheid en dat is wat er gaat gebeuren met de Griekse banken. Want Griekenland krijgt op dat moment geen geld meer, er is geen programma, ze krijgt ook geen geld van de ECB en zal gaan wanbetalen op de Griekse staatsschulden. Op dat moment wordt Griekenland wanbetaler en wordt het onderpand van de Griekse banken veel minder waard, waardoor de Griekse banken de facto failliet zullen gaan. Het gevolg is dat er een financiële implosie in Griekenland kan optreden. Maar dat hangt dus af van de vraag wat de ECB dan gaat doen. Wil de ECB eventueel die Griekse schulden laten afschrijven bij de banken en vervolgens de banken herkapitaliseren? Spreken we dat in Europa af, dat er een reddingsplan voor de Griekse banken komt, dan kan Griekenland binnen de euro blijven. Laten we het bankaire stelsel in Griekenland klappen, dan is Griekenland gedwongen om
opnieuw een eigen munt in te voeren of een parallelle munt. Want dan moeten de ambtenaren, de uitkeringen en alle overheidsuitgaven betaald worden. En dan denk ik dat een Grexit een onvermijdelijkheid wordt. Ja, en zijn we dan ook zeker dat al dat geld dat er nu in Griekenland is gestopt door de geldschieters, dat dat dan ook zeker niet meer terugkomt? Grexit is denk ik een scenario voor maximaal verlies. Als de Grieken het gevoel hebben we worden de eurozone uitgedrukt, dan denk ik niet dat ze veel bereid zijn om terug te betalen. En dat gaat om ongeveer 350 miljard euro, 3,5% van het eurozone BBP. Dat zien we dan niet meer terug. Nee, dat gaat zijn we dan op. Zeker van. Dat zijn dan de kosten die voor Europa zijn. Wat zijn de gevaren voor voor de euro, de munt, voor het financiële systeem als dit scenario doorgang krijgt? De directe gevaren zijn denk ik nog beperkt, omdat het overgrote deel van de Griekse schulden in handen is van publieke instellingen. Het IMF, de noodfondsen, bilaterale leningen die door overheden zijn verstrekt en de ECB. Meer dan 80% van de Griekse schulden staat direct of indirect in overheidshanden. Dus de gevolgen van een wanbetaling zullen beperkt zijn. Indirect is natuurlijk het gevaar wel dat als landen uit de euro kunnen gaan, dan is de euro niet meer onomkeerbaar. En het is niet duidelijk wat er dan gaat gebeuren met landen als Portugal, Spanje, Ierland. Wat daar eventueel kan gaan optreden als mensen niet meer geloven dat die euro onomkeerbaar is. Dus uiteindelijk zegt u, het zou toch goed zijn als het alsnog Europa toch alsnog gaat proberen om dit nog te herstellen. Het is de meest rationele oplossing. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien en de afgelopen 5 jaar is een onbereidwilligheid om te aanvaarden dat een land failliet is. We hebben een failliet land geprobeerd te redden om onze eigen crediteuren te redden. Een failliet land was het eigenlijk 5 jaar geleden al, zegt u. Ongeveer 80-90% van het geld dat we Griekenland hebben geleend is gebruikt om de crediteuren van Griekenland, wij dus, te betalen. Onze financiële instellingen, maar ook overheden. De aanvaarding dat een deel van het geld niet terugkomt, daalt nog steeds niet in. Maar de boosheid daarover leidt er nu op uit te draaien dat we onze verliezen maximaliseren in plaats van dat we rationeel blijven nadenken over wat is nu de beste manier om op iedere euro die we daar hebben uitgeleend het maximale bedrag terug te krijgen. En dat vereist denk ik dat het macro-economische beleid wordt aangepast, dat er minder inzet is op bezuinigingen, dat er een schuldverlichting komt en dat uiteindelijk alle politieke ballen worden gezet op economische hervorming in Griekenland. Denk aan het hervormen van het belastingstelsel, het aanpakken van corruptie en het op orde krijgen van de publieke sector. Op dit moment lijkt het nog heel ver weg, maar we gaan zien hoe het de komende dagen gaat verlopen in Griekenland. Hartelijk dank voor uw komst. Bas Jacobs. Geen dank.